Welkom bij het COVID-19 Journaal. We waren vandaag in de congreshal waar er een persconferentie was met betrekking tot COVID-19. En minister Amara Madin heeft nieuwe maatregelen aangekondigd. Maar voordat hij daar komt, spraken we hem even over hoe zorgwekkend de situatie is in Suriname. Vandaag maandag 21 december, de situatie vrij zorgelijk. En de regering heeft zich weer beraden. Waarom een week terug, het was natuurlijk minder prettig. Nu zijn we nog erger van huisbrand, verder van huisbrand, maar dat was verwachtbaar. Nadat we die stijgingen zagen, hebben we gezien dat er clusters zijn, dat er enige verspreiding is. Maar dat we dus verwachten dat er meer besmettingen zijn die nog aan het licht zouden moeten komen. En dat is inderdaad gebeurd. We hebben die stijgingen gezien. We hebben zelfs een dagje 52 cases gehad. Gisteren weliswaar iets minder. Maar de verwachting is dat wij inderdaad een ruimere verspreiding zien in de samenleving. Maar met de maatregelen die we proberen door te voeren, strakker te trekken, dan beperk je die beweging een beetje. Het virus komt zo tot rust. Handhaving is belangrijk. En dan hoop je dat je in elk geval van nu over een week, 10 dagen, een beetje verbetering zou zien. De maatregelen vanaf morgen, dinsdag 22 december, geldt dus eigenlijk een nog verdere verruiming van de bewegingsbeperking. Dus van 7 tot 5 nu, was het 9 tot 5 door de week en 7 tot 5 in het weekend. Is het nu gewoon 7 tot 5. We hebben als belangrijk advies naar de samenleving om zoveel mogelijk thuis te blijven. Met als advies dat u alleen uit huis gaat voor essentiële zaken zoals boodschappen doen, doktersbezoek of een medicatie halen of zo. Of een verplicht ziekenbezoek. Dat zou het enige advies zijn wat we nu geven aan de samenleving. Maar we gaan nog verder. We hebben de overheidskantoren gesloten met uitzondering van essentiële diensten. Casino's gaan sluiten per morgen. Terrassen zijn ook gesloten. Restaurants blijven dus eigenlijk alleen open voor afhaal en bezorging. Nog steeds gelden alle commerciële activiteiten die gesloten waren, dus bars, dancing, bordelen, die blijven nog steeds gesloten. U gaat geen enkele versoepeling zien van maatregelen. We zijn in die fase dat we juist de maatregelen strakker trekken. Openbare markten mogen wel nog open blijven met een beperkt aantal stands en een beperkt aantal bezoekers. Het openbaar vervoer gaat wel nog door, met het advies dat iedereen, want er gaan ook controles plaatsvinden in de bussen, iedereen met een mondmasker op moet lopen. Die drie maatregelen zijn heel belangrijk. Mondmasker op, handen wassen en afstand houden. Een van de belangrijkste maatregelen die is genomen is met betrekking tot het luchtruim. Namelijk dat de commerciële vluchten naar de hoogrisicogebieden zoals Nederland, Amerika, Brazilië en de Antillen per morgen worden omgezet naar essentiële vluchten. Dat betekent, of repatriatievluchten, dat betekent wij willen geen toeristen hebben uit die gebieden en wij gaan ook geen toestemming geven aan Surinamers om vakantie te houden in die gebieden. Dat is simpel de gedachte. Dat betekent dat iedereen die in het buitenland zit, wordt gerepatrieerd indien daar behoefte aan bestaat. Dus we zijn bezig nu een plan uit te stippelen om het uit te rollen hoeveel mensen er zijn, hoeveel vluchten gaan we moeten uitvoeren, die mensen komen terug. Maar alleen ingezetenen en Surinamers die komen terug. We willen geen commerciële vluchten verlopen. Er is een nieuwe variant van het COVID-19 virus in Engeland opgedoken en dit zorgt voor 70 maal sneller besmettingen. We vroegen ook aan de minister wat hij daarover te zeggen heeft. Over het nieuwe variant kan ik aangeven dat in Londen is geconstateerd, in Engeland dan, dat er een variant is die enigszins is gemuteerd, dus het virus, met name effect op de besmettelijkheid. Minder op de klachten. Er zijn juist geluiden dat dit nieuwe variant minder klachten geeft, maar wel meer besmettelijkheid vertoont. En dat betekent dat toen in Europa zelf het contact met Engeland is verbroken, in die zin van geen vliegverkeer, et cetera. In Nederland zelf zijn er ook al gevallen gerapporteerd over een nieuwe variant. In Suriname zijn we bezig om vanaf vandaag te gaan kijken middels sequencing, dus analyse van de cases, om te kijken als er ook sprake is van het variant. We zien wel, dat is de informatie die we hebben, dat er wat snellere besmettingen plaatsvinden binnen huizen. Dus en een kortere incubatieperiode. Dus de kans dat het er is, is niet uitgesloten. Ook vroegen wij aan de minister van TCT, de heer Jubitana, hoe het staat met de gestrande passagiers die terug moeten komen naar Suriname. Nou, gestrand, daarom hebben we gezegd,
de vluchten gaan normaal door. Alleen degenen die komen feesten of die gewoon willen komen als toerist, die gaan plaats moeten maken. Degenen die echt thuiskomen of naar terugkomen naar Suriname, die zijn dan, die mogen op de vlucht in het vliegtuig stappen. Onlangs werd een clusterteam handhaving COVID-19 maatregelen geïnstalleerd en deze zijn op pad geweest. Het COVID-journaal nam ook een kijkje en we brengen u een kort verslag. Ik ben Noridjo Rohan, inspecteur-generaal bij de arbeidsinspectie en tevens ook de coördinator van de clusterteam die belast is met de controle omtrent de naleving van de COVID-19 protocollen, voornamelijk bij de horeca en andere sectoren zoals de casino's en de supermarkt. Wat zijn de taken en bevoegdheden van zo'n clusterteam? Vanuit de regering bij mandaat van vijftal ministers, dit cluster samengesteld om na te gaan of bedrijven zich houden aan de voorgeschreven protocollen. Maar gebleken is uit eerdere inspecties dat bedrijven zich niet houden aan de protocollen. En na het overleg met het bedrijfsleven is er toen een compromis bereikt dat men dan bereid is om mee te werken aan de protocollen en ook dat wij van de cluster dan mogen gaan optreden wanneer zo een onderneming in overtreding is. En zaken zoals bijvoorbeeld als we kijken naar de protocollen voor eetgelegenheden en bars, dat er nu wat wijzigingen zijn, zoals een maximaal van 50 personen, afhankelijk van de bezetting van zo'n outdoor terrasje. Of dan een, wat ook heel belangrijk is, dat er een tijd nu aan verbonden is, dat een bezoeker maximaal 2 uurtjes daar aanwezig mag zijn. Dus los daarvan zijn er ook andere protocollen, zoals de seatingsplan van 4 personen per tafel. En dan ook nog dat bezoekerslijst ook moet worden aangegeven. En het mooie is van dit team, is dat het zo uit diverse eenheden bestaat, is dat wij daar ook de ECD bij ons hebben, Milieuinspectie, Arbeidsinspectie, Defensie. En dat wij dan op grond van al die actoren onze inspecties ook kunnen doen. En als ik toch een korte update kan geven wat wij allemaal hebben gezien en de afgelopen dagen. We zijn al een paar dagen actief elke dag op het veld. En dat geen van de ondernemingen zich hebben gehouden aan de voorgestelde protocollen, aandacht zoveel waarschuwingen. En de sancties die we hebben gedaan is, we zijn zelf overgegaan tot sluiting van 2 bedrijven, ondernemingen. En daar is duidelijk, men heeft zich ook niet gehouden aan de COVID-protocollen, hygiënevoorschriften. Daar zijn we, is er een direct gevaar en wij vanuit de cluster is dan bevoegd om zo'n instantie eigenlijk terstond te laten sluiten voor het publiek. En los van de cluster heeft de arbeidsinspectie ook al de bevoegdheid om dan op basis van direct gevaar van gezondheid en veiligheid zo'n onderneming eigenlijk te gaan stoppen. En een waarschuwing eigenlijk naar al die bedrijven na gedane inspectie van afgelopen dagen is, hou AUB de voorgestelde protocollen geschreven door de regering. Want dit cluster is er, we zijn er elke dag op straat. En wanneer u zich tegen niet houdt aan de voorgestelde protocollen, zijn we dan genoodzaakt om ook over te gaan tot sancties en ook eventueel tot sluiting bij direct gevaar. De taken van dit team is eigenlijk controle uitvoeren op de naleving van de COVID-preventiemaatregelen. Het is zo, als we de bedrijven ingaan, trots om aan te geven, er zijn verschillende disciplines aanwezig. Bijvoorbeeld BOG van Volksgezondheid, je hebt regionale ontwikkeling en sport, je hebt ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Dan stappen we zo een bedrijf binnen. We beginnen te kijken als iedereen zijn mondkap op de juiste manier aan heeft, toch? En daarna kijken we als er desinfectiestations aanwezig zijn. Voldoende. We kijken naar die afstandmarkeringen op de vloer, dat die 2 meter, de fysieke afstand van 2 meter in acht gehouden wordt. Verder kijken we naar bij de balie, dat er tenminste een barrière is tussen de bezoeker en de medewerker. Ook kijken we naar bij eetgelegenheden. Dan kijken we als die tafels, die eettafels, tenminste voldoen aan die 1,5 bij 1,5 meter die protocol voorschrijft.
Ook aan zo'n tafel mogen er maximaal 4 personen zitten. Ook kijken we naar die fysieke afstand tussen die tafels, dus die onderlinge tafels, mag niet kleiner zijn dan 1,5 meter. Daar is zo'n bijzonder op letten. Natuurlijk, als arbeidsinspectie, die let ook op bepaalde zaken die bescheiden, die verplicht zijn bij je onderneming, zoals arbeidslijsten, die SOR-verzekering, dat die dingen aanwezig zijn. Als het om die COVID-maatregelen gaat, zie je dat vaak die temperatuurmeter ontbreekt. Je hebt vele plekken hebben het niet. Of die afstandmarkeringen, die ontbreken er. Die tafels, het protocol zegt, er mogen maar 4 mensen aan de tafel zitten. En dan heb je vaak meerdere mensen. Dus die dingen kom je voor het algemeen tegen. Als het gaat tot nu toe, dan treden we voor maanden op. We geven waarschuwingen, we begeleiden waar nodig. Maar als het gaat om de arbeidslijsten en dat soort dingen, zoals die SOR-quitantie, als het er niet is of ontbreekt, niet getoond kan worden, dan krijg je daar een boete aangezegd. Ik ben Virgilio Lietz van Paramaribo Zuidwest, beroep bestuursambtenaar. De taak van mij in het clusterteam is om erop toe te zien dat de COVID-maatregelen acht worden genomen. En de hygiëne binnen de horecasector en ook winkelzaken. Als we de bedrijven bezoeken, letten we ook, we gaan ook na als er een werkvergunning aanwezig is. Zolang vreemdelingen aanwezig zijn in een bedrijf, moet er ter plekke ook een geldige werkvergunning vreemdelingen aanwezig zijn. Ook als we die ronde maken, we letten op die COVID-protocolregels, dan kijken we ook als er bijvoorbeeld gesloten tonnen zijn. Dat is ook voorgeschreven in de protocol dat aanwezig is. Dit was het weer voor het COVID-19 journaal. Nogmaals mensen, houd u zich aan de maatregelen. En als u niet over straat hoeft te gaan, blijf thuis. COVID is nog in Suriname en alleen wij kunnen ervoor zorgen dat wij door deze periode heen komen. Goeiedag.